Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog, vlog nummer 23 alweer. En dit keer maak ik een drieluik. Ik ga een drieluik maken over in dit geval complexe voorwerpen. Nou, waar denk ik dan in dit geval aan? De volgende vlog gaat over het muziekinstrument. Dan hebben we nog de wenteltrap, een moeilijke, vooral in perspectief. Maar vandaag ga ik het vooral hebben over de kerk. En waarom de kerk? Heel simpel, omdat er eigenlijk alle soorten ruimtelijke objecten in terugkomen. Denk aan de cilinder, de balk, de... Nou, ik laat het gewoon maar even zien. In deze vlog neem ik je mee naar de Münsterkerk in Roermond. Hier zie je een prachtig vooraanzicht. En je ziet eigenlijk al, de koppel bestaat uit een bol en een toren heeft een piramide aan de bovenzijde. Nou ja, er is eigenlijk gewoon genoeg te zien, maar hoe begin je zo'n tekening? Zoals bij de meeste tekeningen begin ik met het raster. Daar ga ik nu digitaal overheen schetsen. En dan begin ik met het grondplan van de kerk. En die werk ik dan verticaal naar boven toe uit. Zo, eerst maar eens de gewone blokvormen. De basis staat en de torens zijn eigenlijk twee grote piramides. Die piramides die beginnen eigenlijk met twee kleine driehoeken zo vooraan, ook bij de achterste toren. En daarbovenop zit de piramide zelf. En aan de zijkant van die kerk, daar heb je eigenlijk twee halfronde nissen, die aan de buitenkant eruit zien als cilinders. Kijk, hier aan de rechterkant, daar zit die halve cilinder. Eigenlijk onderdeel van een cirkel, zoals je hier ziet. En daar linksachter zit hij ook. Ja, en bovenop die cilinders, daarop staat dan weer een halve kegel. Kijk, hierboven zit het rechte stuk van het dak en daar de kegel. Ja, en bovenop het midden van die kerk staat een gigantische koepel. En dat is eigenlijk een verkapte bol. Ja, eigenlijk valt die van het papier af, maar daarboven, daar zit dus die bol. En het laatste wat we nu nog konden doen, is de detaillering. Ja, met het uitwerken van de schets zet ik die schets een beetje op de achtergrond en daaroverheen ga ik digitaal de kerk uitwerken. En daar zitten ook weer allemaal van die basisvormen bij. Denk aan bijvoorbeeld de nissen, die eigenlijk weer halve cilinders zijn. En zo werk ik het verder uit, maar daar zijn we nog niet helemaal klaar, zoals jullie kunnen zien. De accentuering is heel belangrijk met vooral onderliggende lijnen, zoals hier te zien is. Maar je kan ook een slagschaduw op de grond maken. Let erop dat die naar achteren toe steeds wat vager wordt. Oh, en de eigen schaduw natuurlijk. En niet te vergeten is het ook belangrijk om daarbinnen ook nog kleine schaduwen toe te voegen. Dus in de nissen. Ja, een achtergrondje maakt het helemaal af. Klaar! Dat was hem alweer. Volgende keer bespreek ik dus een ander complex voorwerp. Namelijk muziekinstrumenten. Denk aan gitaren, aan drums, aan... Nou ja, dat zien we dus de volgende keer wel. Graag tot dan en denk aan je lijn. Tot de volgende keer. Hoi hoi! Thank you.